Dames en heren, ik ben blij dat het werkt. Sim Theme Park World, een van de eerste rollercoaster spelletjes die ik heb gespeeld. Na het intro laat ik jullie iets heel vets zien. Kijk maar mee. Oké, jongens en meisjes, dit is mijn eerste simulatiespel die ik ooit heb gespeeld. Samen met natuurlijk Hospital? Team Hospital? Weet ik veel. En dit was Sim Theme Park World, een heel oud spel. En ik ga je gewoon een beetje gameplay laten zien. En of jullie het een beetje vet vinden. We hebben één sleutel, dus we kunnen naar het Dino tijdperk. Spannend. Ik vind het nou al vet. Oké, voor het eerst voordat we gaan beginnen ga ik naar de opties. En dit ziet er zo oud uit, jongens, ik weet het. Tutorials staan uit. Sound effects doe ik een klein beetje zachter. En dan kunnen we heerlijk gaan bouwen. Ik had al wat neergezet stiekem. Om even te kijken hoe het ongeveer werkte. Maar de toetsen zijn heel apart. Je kan draaien. Dit is het park, zeg maar. En met WASD kan je verschillende dingen doen. Maar de beweging is heel apart. Dit is het pretpark. Het is echt een simulatiespel natuurlijk. En we gaan het park nog niet openen. Maar dat moet eigenlijk wel. We gaan eens kijken. We hebben hier een 3D film of iets. Capaciteit doe ik meestal 15. Speed kunnen we... Ja, doen we ongeveer zoiets. En cycles. Nou, zoiets. Oké. Ik ga het park vast openen. Dan kun je een beetje kijken hoe het is. €20 voor een ticket. Huppakee. De poorten gaan open. En dat betekent dat het park nu geopend is voor het publiek. Dus mensen kunnen met een bus komen uit mijn hoofd. En via de boot. En als het goed is hoor ik al iets aankomen. Ik hoor wel mail, hè? Er komt een bus. Nou, we gaan eens kijken wat erin zit. Ik denk dat daar wel de benodigde bezoekers in zitten. En er komen inderdaad al een paar mensen. Die komen gezellig kijken naar ons park. Nou, superleuk. We kunnen ook een beetje inzoomen. Stoppen ze nou nog een keer? Oké, en nu komen ze in het park en gaan ze kijken. Ze hebben nog maar één attractie. Dus wat we gaan doen is snel het pad een beetje verbreden. Zo. En dan gaan we gewoon nog een attractie bouwen. Even kijken, we hebben de Aztec. Oh, die hadden we al geplaatst. Wacht, ik wil wat anders. Belly Bouncer. De Belly Bouncer moeten we hebben. En die plaatsen we dan ongeveer hier zo. Dan maken we een leuk pad. Zo. En dan maken we aan het einde ook een pad. En zoals je ziet is het natuurlijk een beetje in jungle gericht. Het is niet zo heel... We kunnen het park niet zo groot maken. Maar als we wat geld extra hebben, kunnen we ook een eigen achtbaan bouwen. En zelfs in deze game kan je in de achtbaan zelf zitten. Dus dat is echt heel bizar. Oké, er gaat al een attractie aan, zie ik hier. Zie je, het is een soort achtbaanritje waar je naartoe gaat. Echt heel grappig deze game. En kijk, die lieve kopjes ook zitten. Moet je kijken. Allemaal van die gasten kunnen springen. Het ziet er ook wel... Grafisch ziet er leuk uit hoor. En dit is dan een van de eerste games die ik ooit heb gespeeld met als het gaat om om teampark simulaties eigenlijk. Nou, we zullen eens kijken. Chance of winning. Zal ik een beetje zo doen. Cost of prize. 45. Zo. Hoe duur is een ballonnetje? 40. Oké, we doen 40. En je moet voor mij apart betalen voor de attracties, denk ik. Exit cannot connect. Oh! Zo. Heb je niet gezien. En hier plaats ik een wc. Oké, dan gaan we naar de winkeltjes. En we hebben nog geen wc volgens mij. Kunnen we een wc'tje bouwen? Nee, nog niet. Nou, wel een drinkshop. Plaats ik die maar gelijk hier. Nou, je kan zelfs kiezen hoeveel ijs er in de drinken zit. Nou, ik doe wel een beetje veel. Zo. Hoppakee. We gaan natuurlijk ook werknemers aannemen in de park. Want ik mis een entertainer. Ik mis natuurlijk... ik mis van allerlei zaken. Dus hier zien we gewoon de standaard werknemers. Dit is de vegers, de monteurs, de entertainers, de bewakers en de researchers. Nou, ik wil wel zo'n researcher aannemen. Een researcher. Even kijken hoe we dat moesten doen. Kan ik het aannemen al? Ik weet het niet. Nee, er is nog niemand beschikbaar. Ik moet wachten totdat hier in het lijstje mensen beschikbaar komen om aan te nemen. Maar voordat we dat kunnen doen, hebben we een huisje nodig waar ze
Even kijken hoor, waar dat precies zit. Stafroom, dat is hem. En die stafroom gaan we plaatsen. Bam. En nu kunnen we mensen kunnen research gaan doen. Dus kunnen we dadelijk werknemers maken. Kijken hoe we dat ook weer moesten doen. Nou, er is nog niemand in de maak. Wat is dit? Left to move the staff. Nou, dat hoeven we niet. Oké. Dan kijken we nog verder. Wat hebben we hier nog allemaal? Security camera. Toiletjes. Dat waren de toiletjes. En de toiletjes deed ik vroeger altijd... Oh, dit is old school, jongens. Dit is heerlijk om te zien. Deed ik het eigenlijk op deze manier. Zo, dit zijn de toiletjes. Heel apart hoor. Even kijken. Een fontein hebben we. Dit is een afvalbak. Dus waar je afval in kunt doen als je wat hebt gedronken. Zo. En wat ik nou hier maak is nog een... even kijken hoor. Een rok. Een rok zetten we ook wel neer hier voor decor. Decoratie is altijd leuk. En ik denk dat ik hier midden een grote fontein zet. En die zag ik namelijk... Ik zet nog eerst even een prullenbakje neer. Zet ik hier neer, zo. En de round fontein. Hij is natuurlijk weer 3 hokjes breed, dus dat ziet er weer niet uit. Nou, die plaatsen we nog later. We doen eerst nog de small tree. Even kijken waar we die kunnen neerzetten. Is hier nog een plekje? Nee. Hier nog een plekje? Ja, we kunnen hem hier achter plaatsen, zo. En dan plaatsen we hiervoor plaatsen we nog een toiletje. Zo, kijk eens. Nou, mensen kunnen hier... Oh, ze staan in de rij zelfs. Terwijl hier nog geen mensen in zitten. Zie je dat? Ze gaan wel ballonnen kopen. Dat is mooi. Ik wil nog een winkeltje. Even kijken hoor. Want we hebben nog... En dadelijk gaan we natuurlijk aan de attractie. De Burger Shop. En dat is een echte winkel. En dan kan je gewoon lekker eten kopen wat je wil. Die zal ik dicht bij de ingang neerzetten. Oké, er moet wel een beetje vet in zitten. Quality of goods. Celprijs. Ik maak wel iets duurder, want we moeten ook verdienen. En dan maak ik de ticket maak ik ook iets duurder. $30. Zo. Kunnen we al kijken of we staf kunnen aannemen? Ook nog niet. Wat ik wel heel apart vind. We moeten wel mensen aannemen dadelijk. We gaan nog een attractie maken. En ik denk dat wij de Crazy Ape. Dat is een beetje de... Ja. Schommelschip, om het zo te noemen. En de... Rocky Races. Die is goedkoop, dus ik doe de Rocky Races. En die plaats ik hier zo. En let op wat ik ga doen. Ik maak de ingang maak ik hier tussendoor. Zo. Ik weet niet of het op een goede locatie is. Zo. Die attractie gaan we natuurlijk capacity is toch? Ik weet het niet eens. I hope I'm not out of line, but I think you could get more work done if you hired some workers. We moeten weer doen als ze meer mensen aannemen. Maar hoe doen we dat? Even kijken hoor. You don't have enough mechanics to maintain all of the rides. Maybe you should hire some more. Ik moet even gaan uitzoeken waar dat kan aannemen. Oh, hier zo, kijk. Andy? Ik was het helemaal vergeten, maar die... Oh, kijk dat, die dikke vent. Oh, ik you weet dat nog. You have a queue that isn't connected to a path. Visitors can't get to it. Oh, dit is zo cool, jongens. Ik weet het nu weer. Ik leg het verkeerd uit. De stafmedewerkers die gaan in dat gebouw. Als ze moe zijn of zo. Of ze hebben te veel overgewerkt. Neil Martin neem ik aan. En voor researchers neem ik Colin aan. Hij is wel duur. Maar Colin die regelt de zaken van nieuwe attractie ontwerpen. Dus die gaat kijken van nou, dat kan ontwerpen worden. You've already built all of the shops that are currently available. Do you want to research some more? Ja, klopt. Hij zegt dan weer wat meer researchen, dan moet je wat meer mensen aannemen. Ik wil wel een schoonmaker nog aannemen. En sowieso nog een monteur extra. Zo, we hebben 2 extra dikke monteurs. En we kunnen zelfs tegen de entertainer zeggen dadelijk, wat heel vet is. Wacht even. Hier is Troep. En hier is Kots. Oké. Wat moeten wij nog meer bouwen? Nou, we kunnen eigenlijk die Strandbird, we kunnen wel alles gaan bouwen. Maar, oh, er worden 2 mystery rides worden onderzocht. Mooi zo. Zo, en een prullenbakje. Kunnen die prullenbakjes zitten die vol? Even kijken hoor. Nee, die zit nog goed. Oké, daar ligt Kots. Dat moet opgeruimd worden.
komt dadelijk wel denk ik een bezoeker en anders kunnen we hem pakken bij zijn lurven. Dus dan pakken we, dan klikken we aan. En dan zeg ik, kom jij eens even mee. Dat is net als een Rollercoaster Tycoon. Kijk. En die ruimt hem netjes op. Het is een fantastisch verslaand spel dit hoor. Ik zweer het je. Ik vind het zo leuk om dit te spelen weer. En dan gewoon een let's play over jullie. Fantastisch, security camera. Kijk, die zetten we ook neer. Als mensen zich niet gedragen, dan moet je security cams neerzetten, hè. Zo, die zet ik hier neer. En ik zie daar kots liggen, dus wat we gaan doen is daar ook nog even een wc'tje maken. En je kan ook sowieso grotere wc's ontwerpen, hoor, maar dat komt later pas. Small toilet. Zo. Dit is de entertainer. Die plaatsen we hier en die geven een vaste route. Dat hij hier loopt, in die omgeving. Zo. Vinden ze leuk hoor, die gasten. Nou, hier kunnen nog twee toiletten plaatsen op zich. Oh, ik hoor iemand kotsen weer. Jeetje wat. Ik doe liever meer toiletten. Kunnen mensen wat meer kotsen. Want het wordt aardig. Oh, die zijn nog leeg daar. Oké, tof. Hier heeft iemand gekotst. Oh, daar kotsen heel veel mensen, joh. Ik denk dat ik toch nog een werknemer aanneem. En dat wordt de heer David... Ik goedkoper. David Branson. Oh, die is al daar aan het schoonmaken. Nou, hier nog eentje. Zo. Het is al een druk park. Het gaat goed. Het staat op groen. Zolang dit pijltje op groen staat, is het goed. Oké, tof. Komen er nog meer bezoekers? Oh, met de boot. Oké, de boot gaat door het groene meer. Zie je dat? En hier gaat hij onder de tunnel door. Echt een fantastisch spel, jongens. Ik vind het heerlijk om dit gewoon keihard te let's playen voor jullie. Fantastisch. Dit wordt echt een mega vet pretpark. We gaan eens kijken bij de researchers, want die kosten extra veel geld. Maar dan kunnen we wel wat nieuwe rides dadelijk ontwikkelen. Wat kunnen we nog meer bouwen? Drinkshop en een balloonshop. Ik denk dat ik nog een burgershop opent hier. En dan doen we nog... We've got trouble, boss. A ride is about to break down. Hij is zo geniaal, dat mannetje. Een soort Pac-Man-achtig, ik weet niet, maar er is een attractie kapot. En dan kan je hierop klikken, geloof ik. Waiting for available mechanic. Volgens mij is die kapot. Of heb ik het verkeerd? Nee, toch? Die is kapot, toch? Ja, we hebben niet zoveel attracties. We hebben de Aztec. De springkussen. En we hebben de... Wauw. Mensen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Geef vooral een groen duimpje als je meer wil. En zie ik je volgende keer terug, hopelijk bij een nieuwe Sim Team Park World. Down, but a mechanic is on the way to fix it. Oh, die is kapot. Kijk, hij is... Oh, geweldig. Hij is slap. That's what she said.